op te melden over het verloop van de al weken woedende prankoorlog. De afgelopen dagen hebben alle kampen een hoop streken bij elkaar eruit gehaald. Op volle oorlogssterkte heeft majoor Thomas op dit moment de meeste aanvallen afgevuurd en lijkt daarmee het land in zijn greep te hebben. Maar koning Giel en generaal Stefan zijn vastberaden om spoedig met een gepast antwoord te komen. Team Giel heeft in de vorige aflevering de vijand belazerd middels een irritant herhaalsalvo. Deze slag ontspringt in een directe confrontatie tussen beide kampen, gepaard met veel nachtelijk rumoer rondom de uitvalbasis van Team Stefan. Den buurman en eigenaar van de woning komt wederom polshoog te nemen en is niet geamuseerd door het hele gebeuren. Het is gedaan met tevreden. Giel, Thomas en Stefan hebben elkaar weer de oorlog verklaard. Ik realiseer me dat u een grote zorg hebt. Deze situatie komt snoeihard aan. De regering roept de noodtoestand uit. Sluit ramen en deuren. Team Giel, Team Thomas en Team Stefan. Stukje bij beetje veroveren zij het land met uiteenlopende grappen en rollen. Niks aan de hand, ik vind het niet normaal hoor, echt niet. Dank je, het goed je te zien. Ja. Dit is wel vet hoor. Ja. Alles gaan we inpakken. Alles centimeter. Nou, hou op met hem hoor. Oh, ik haat Stefan. Wie zal er overwinnen? In de prankoorlog. Koning Giel en generaal Stefan zijn in een luidruchtige strijd met elkander beland. Omwonende buren ontkomen niet aan alle lawaai en een eigenaar van Stefans tijdelijke onderkomen is polshoog te komen nemen. Wegwezen jij. Wat? Oh. Wat zeg je? Waar slaat dit op? Wat? Ja. Kijk, nee, moet niet doen. Hey, waar slaat het op, jongens? We zijn gewoon een spelletje aan het doen. Dit is geen spelletje, jongens. Er gaat niks kapot. Ik heb hier een pakje water, die gooi ik over hem heen. Meer is het niet. Nee, ik heb daar 100 koeien staan. Die beginnen heel onrustig te worden. Oké, ja. Dus jullie moeten gewoon even een beetje rustig aan doen hier zo, oké? Ja, volgens mij is het allemaal besproken met u, ik weet het niet hoor. Nou, echt niet, hè? Giel, ja, wacht, nee, doen. Dit is aan mij. Het is echt de laatste keer hier, gewoon rustig. Ja, hallo, ik ben aan het praten, ja? Ja, rustig, ja. Zit gewoon rustig te koken en nu is er weer dit gezegd. Maar luister, je hebt gewoon bezoek. Ja, maar die meneer is echt even boos, ouwe. Je gaat zit niet met fucking eten op te vreten, hoor. Echt niet. Nee, wel word ik vreten. En we hebben er ook een deur voor, hè, gewoon. Hé, voortaan gewoon even de deur gebruiken, oké, ja? Moet je even kijken. Ja, joh. Rustig. Ja, joh. Rustig. Niks aan de hand. Ja, niks aan de hand. Ik vind het niet normaal, hoor. Echt niet. Ja, dan moet je ons eruit zetten. We hoeven die kamers niet meer naar beneden, joh. Het is gewoon de laatste waarschuwing, gewoon. Klaar. S'avonds er gewoon uitzetten, zeg jou. Want het is niet zoveel aan de hand. Ik heb het gewoon opgeruimd. Er gaat niks kapot. Dat gaat het eerlijkje. Er gaat niks kapot. Het maakt een leuk programma. Ja, precies. Het is een beetje modder met water gooien. Ja, maar ik heb hier 100 koeien staan en die worden gewoon heel onrustig. Ja, dat staat, maar we doen echt zo rustig mogelijk. Echt, dat ben ik echt serieus. Ja, er moet geen gezeik meer zijn, jongens, want dan is het echt klaar. Oké. Ja? Ik ga je een hand geven. Het is nu klaar. Goed. Bij deze echt, beloof ik je. Ja, roep op man. Weet je hier. Ik kan niet Giel. Weg. Sonito. Weg. Ik moet nou even naar de wc. Ja. Weet je wat het allerergste is? Die gast heeft mijn vreet opgevreten. Hij heeft mijn avondeten heeft hij opgegeten. En dat is echt, dat vind ik echt vlak dan. Wil je niet nog dat klein stukje door? Ga nou weg! Nu is het echt niet meer leuk, gast. Wat een bloedlul is dat, zeg. Ongelooflijk. Even serieus. Het is de tweede avond op rij dat Giel hier komt. En dat ik me moet verontschuldigen tegen die eigenaar van dit huisje. Enkele dagen geleden heeft koning Giel tezamen met een leger aan mekkerende schapen een aanval gepleegd op huizen Stefan. De eigenaar van de woning was hier niet over te spreken en heeft al meerdere malen melding gemaakt over de praktijken van kamp Stefan. Wat een verrader. Als ik die man nu nog tegenkom, wat moet ik dan zeggen? Gewoon stil zijn en zeggen, we komen niet meer terug, sorry. Gewoon bied je excuses aan en wees zachtjes, gewoon. Joggie. Ja, wat moet ik hier? Ik weet niet wat ik hiermee moet. Echt serieus, wat moet ik hier nou mee? Stefan is behoorlijk ontdaan door de vijandelijke acties van koning Giel. Hij is al lang niet meer zeker dat zijn uitvalsbasis een veilig onderkomen biedt. Zelfs de eigenaar van zijn woning is tegen hem gekeerd en heeft hem van een laatste waarschuwing voorzien. Maar de prankoorlog is nog lang niet ten einde. Een volgende dag breekt aan. Giel is vroeg van zijn koninklijk terrein vertrokken om belangrijk nieuws over collega Thomas de wereld in te helpen.
helpen. In de vorige uitzending heeft u kunnen aanschouwen dat Giel een nieuw zwangerschappreventiemiddel heeft gecreëerd, speciaal voor de kleingeschapen Thomas. En dit prachtige product verdient natuurlijk zoveel mogelijk promotie. Yo, Philip-Jan. Hey, ik zat erover na te denken dat wij een condoommerk gaan lanceren voor hem, voor de allerkleinste. Ja, en zo zijn wij op deze vroege ochtend bij 538. Bij... Jongens, ik heb een speciaal cadeautje meegenomen. Er komt een leuk nieuwtje buiten. Met hulp van zijn vrienden op de Eter wordt dit grootste product zo dadelijk tijdens de ochtendshow van Frank Dane medegedeeld aan het ganse land. 538, dit is de ochtendshow. Goedemorgen, Keen, Somewhere Only We Know. Radio 538. Goedemorgen. Goedemorgen. Frankie, het goed je te zien. Ja. Ja? Heb je ze bij je? Ik heb ze bij me. Een grote doos. Weet je, toevallig is het vandaag serieus internationale condoomdag. Hoe toevallig. Hoe bedenk je het? Oh, zijn gezicht staat er ook op. Ja. Ja, dan wordt hij nooit groot. Nee. En wij gaan zo meteen gaan het nieuws bespreken. Ja. En dit is natuurlijk groot nieuws. Ja. Ja, dit moeten we behandelen. En ik denk dat we dan gewoon opgooien van ja, laten we Giel even bellen hoe het zit. Want je bent toch een vriend van de show. Ja. Dan bellen we je op en dan, dan moet jij maar zeggen hoe trots je bent. En, ik vind het knap dat hij dat weten. Ja. Doen jullie eerst alsof je Thomas probeert te bellen of dat niet? Bellen jullie meteen mij? Ik denk gelijk jou bellen. Maar het mag echt lekker gewoon, jullie vinden het knap dat hij het erover heeft. Gewoon dat mensen echt in de auto denken van oké, zo, nou deze guy, die komt er echt vooruit. Ja. Nee, we gaan het groter maken dan het... We gaan dit hele kleine verhaal heel groot maken. Thomas weet niet wat hem te wachten staat op dit vroege tijdstip. Hij zal wel uit de veren, want hij moet vandaag acte de présence geven op een belangrijk evenement in Brussel. Maar tijdens zijn zakenreis richting onze zuidenburen is hij wel afgestemd op het radiostation waar zijn sympathieke productje onder de aandacht wordt gebracht. Met Giel. Hey Giel, Frank, ochtendshow 538. Oh nee. Hè. Hey, goeiemorgen. Hey. Rond het nieuws van Thomas hè, en de kleine condooms. Oh! Ja, joh. Ja, ik hoorde het. Ja, ik weet dat hij er al een tijdje mee bezig was. Ach, gast. Ja, hoe komt het zo dat hij het nu naar buiten brengt? Nou, toevallig was hij vorige week bij ons op kantoor en toen hadden wij een meeting staan. En toen zei hij, joh jongens, en ik wil ook nog even iets naar buiten brengen. Volgende week is natuurlijk de internationale condoomdag. Ja, ik ga een condoom op de markt brengen. Dapper hoor. En dat was eigenlijk met een poot. Ja, ik vind het wel heel knap van hem. En ja. Weet je welke maat het is? Over hoeveel centimeter hebben we? Ja, waar hebben we het eigenlijk over? Nou, hou op met hem hoor. Ik kijk niet heel de tijd. Is een lul, maar het is wel, ja, het is niet heel groot, denk ik dan. Nou! Ik wil ze stellen, want ik wil ze wel hebben voor een ex van mij. Dat vind ik wel zo. Oh. Nee. Maar er staat ook serieus op voor de allerkleinste. Ja. Die ik nu. Ja, XXS staat er. Ja, ja, ja. Mooi. Thanks dat jullie het zo oppakken, jongens. Fijn dat jullie er niet meer getest wordt. Giel, dankjewel, hè. Oei, oei. Ja, thanks dat jullie ze oppakken. Nee, thanks dat jullie meewerken aan mijn geniale grap. Ik heb misschien een kleine lul, maar Giel is echt een enorme lul. Dat weet ik wel. Godsamme. Wat een ellende. Deze. Echt deze. Je bent deze week de mijne. Dat ga ik je nu vertellen. Je hoeft niet meer te bellen. Genade, ik ken het niet meer. We zijn nu pas begonnen, jongens. Jongens, onwijs bedankt. Echt, dankjewel voor de liefde. Love jullie show. Dankjewel, toppers. We spreken elkaar. Het nieuws is eruit en Thomas heeft een flink kruisschot ontvangen van team Giel. Enkele uren later ontwaakt onze derde soldaat uit zijn schoonheidsslaap. Al snel opent Stefan de landelijke nieuwsbulletins en wordt hij geconfronteerd met de berichtgeving over zijn klein geschapen vijand. Thomas van Stuk TV introduceert een eigen condoomlijn voor de allerkleinste. Giel was al vroeg wakker, jongen. Dit is om 8 uur online gezet. Toen lag ik nog lekker in droomland. Toen wist ik nog niet dat de wereld bestond. Na een stevig stuk ontbijtkoek is Stefan helemaal klaar voor een nieuwe dag in de prankoorlog. Hij is het mannetje. Gisteren heeft hij al enige voorbereidingen getroffen voor de aanvallen die vandaag op de planning staan. Hallo? Hey Monique, ik spreek met Stefan van Stuk TV. Ik zou nog even bellen over die borden. Yo, Stefan. Ik wil graag shirts waarop staat I hate Giel. Maar ik ga natuurlijk naar Uden vandaag. Daar ga ik filmen. En daar moet ik ook nog de shirts ophalen laat in Eindhoven. Dus er is een kans dat ik vanavond gewoon lekker in een hotel pak ergens in de buurt van Uden. Dan zit ik dicht op het vuur. Daar moet ik zijn. Oké, let's go! Stefan gaat vandaag het thuisfront van koning Giel proberen te veroveren. Een gewaagde zet. Maar onze majesteit Giel is voorlopig niet in de buurt van Uden. Hij is onderweg naar de schuilplaats van Thomas. En aangezien Thomas vandaag de gehele dag van huis is vanwege zijn verplichting in Brussel, durft Giel zijn koningsmobiel te laten staan en reist hij in zijn vertrouwde luxe koets. Ik ben dus nu naar Thomas gereden, naar zijn woning. Heeft een dagje
een meeting in België, Stombo. Dus zijn huisje is gewoon beschikbaar. Wat lekker, hè? En Toon verdient het eigenlijk helemaal niet om cadeautjes te krijgen, maar ik ga wel zijn hele huis inpakken. En daar heeft koning Giel al de nodige voorbereidingen toegetroffen. Want gisteren heeft hij de volledige voorraad des lands aan inpakpapier opgekocht. Voldoende om Thomas zijn woning om te toveren tot één groot magisch geschenk. Hij zal de sleutel waar hij ergens gestopt hebben. Hij heeft hier echt geslapen natuurlijk. Hè? Ik moet gaan vragen waar die sleutel is. Hallo! Goedemorgen, goedemiddag. Goedemorgen. Het is nog morgen. Ik zou heel graag de sleutel van het huisje even willen. Kun je kijken? Ja, nou, dat zou heel fijn zijn. Toppie. Ja, hoi. Hoi, Petra. Kijk, hoi, Giel, hoi. Hoe is Thomas? Tot hoe nu toe? Thomas? Ja, die zit in... Hoe is Thomas? Nou, Thomas slaapt in jullie huisje. Oh. Ja. Ja. En hij heeft waarschijnlijk nadrukkelijk gevraagd omdat ik niet binnen mag komen. Nee, heeft hij eigenlijk niet. Nou, top. Thuis, hij is niet thuis, nee, ik heb gekeken, maar hij is niet thuis. Maar dat heb ik extra heb ik nodig, hij mag er niet zijn. Dus, dankjewel. Nou, super. Hè, wat fijn, Thomas. Hè, ik kan gewoon binnen. Lekker. Terwijl Giel huizen Thomas binnentreedt, komt generaal Stefan aan op het terrein van een vriend van Giel. Vorig jaar is hij er al in geslaagd om deze naamgenoot te doen overlopen naar kamp Stefan. En samen hebben ze enkele streken uitgehaald bij team Giel. Het lijkt erop dat Stefan wederom zijn assistentie vraagt om de vijanden in het nauw te drijven. My big brother with the same name. Hey. Hoe is het, vriend? Alles lekker? Ja, lekker. Ja, maat. Zeker. Met alle ervaringen van de voorgaande prankoorlog heeft Giel natuurlijk al lang geïnventariseerd wie er tot zijn kamp behoort. Ik was vorige week was ik even bij Giel. Ja. Een biertje drinken, weet ik het allemaal. Ja. Hij zegt, ben jij al gebeld? Hij weet donders goed dat jij mij wel met iets gaat helpen nu. Of in ieder geval helpen. Eigenlijk ben je gewoon erbij om Giel even extra uit te lachen. Eigenlijk is dat wat we gaan doen. Voorgaande reis dan. Ja, precies. In tijden van oorlog is het zeer verstandig om de troepen te versterken. Ondertussen is koning Giel binnengedrongen in de woning van Thomas. En kan zijn zogezegd ingewikkelde plan aanvangen. Alles gaan we inpakken. Alles. Kopjes. Zelfs deze dingen. Het kan allemaal bij de Giel inpakservice. Wil je wat drinken, moet je het eerst uitpakken. Wil je op de bank zitten, dan zul je het eerst moeten uitpakken. Cadeautjes, in en al cadeautjes. We gaan maar aan de gang. Oh, wacht even. Heb je nou je koffer hier gelaten, jongen? De sukkel ben jij. Oké, hier kunnen we wel wat mee. Aan de slag. Thomas heeft geen benul van de praktijken die op dit moment plaatsvinden in zijn uitvalsbasis. Hij vermaakt zich echter kostelijk in de hoofdstad van onze zuiderburen. Ik zit dan misschien wel hier in Brussel, maar de prankoorlog gaat natuurlijk gewoon door. En het is dus zo dat ik heb geregeld dat er vandaag een huisdier bij Giel wordt bezorgd. Hij is een heel zorgzaam type, hij is heel lief, hij is heel erg begaan, zeker met dieren. Ik hoop dat hij er goed voor gaat zorgen, dat hij er heel blij mee is. Thomas weet zelfs vanuit het buitenland een aanval te lanceren richting het Koninkrijk van Giel. De troepen van Stefan arriveren ondertussen op de locatie waar het grove geschut al voor ze klaar staat. Kijk eens aan. Hallo. Hi. Aangenaam, Stefan. Monique. Hallo Monique, hallo. Hier staan we hem op de vluchtstroken. En vandaag gaan we voor iets anders gebruiken. Kan ik hem zien? Hoe het is geworden? Dit is wel vet hoor. Ja. Giel en Thomas. Sukkels! Sukkels! Wat een vet bord, hé. Ik wil gewoon een paar bekende, hele bekende plekken in Uden waar veel mensen zijn. Daar gaan we dat ding neerzetten. Eigenlijk. Ik denk dat je gewoon naar Udens College moet. Ja. Let's go. Hup, daar gaan we. In kamp Thomas staat het leger van koning Giel op het punt om hun ingewikkelde aanvalsplan te openen. Jongens, ik heb denk ik een stuk of 250 rollen, denk ik. Ik heb een kippas. Wat? Nee, ik ga kippas. Ik vind het helemaal niet leuk wat jullie hebben gedaan. Nee. Oké, jongens, wij zijn echt nog wel even bezig met deze gigantische monsterklus. Terwijl Giel samen met cameraman Jochem en productieassistent Fabienne den gehele handel in Thomas zijn woning voorzien van een prachtig versierd omhulsel, plaatst team Stefan zich met een rijdende vernedering door het Koninkrijk van Giel. Alle inwoners van Uden en omgeving worden geconfronteerd met één belangrijke boodschap.
super. Ja, dit is wel tof. Dat is toch mooi. Nou, laat die mensen maar komen. Hè? Kijk, alsjeblieft man. Hey. Helemaal top. Ja, maak maar even een goede story. Ja, dit is top, weet je. Dit is echt goed. Dan gaan ze het, vanzelf gaan ze het wel zien. Ik wou ze even in het zonnetje zetten. Oké, staat erop. Helemaal top, man. Ja, ik wil dat heel u dit ziet en dat heel u dit beseft. Okay. Dus we gaan nu weer ergens anders heen. Succes. Dankjewel, komt goed. Dankjewel, man. Werk ze. Dankjewel. Hoi, hoi. Weet je, die onderbroeken van Thomas die stinken zo enorm. Dus dat hoort meer op een koeienstal. En wat ligt er op een koeienstal? Hoi. Godverdamme. Ik ga het zo tering zo weggeven. Kijk, kennen jullie dit? Zelfs dat dingetje? Ja, To, jij denkt dat wij lang bezig zijn met inpakken, maar ik denk dat jij ook heel lang bezig bent met uitpakken. Staat op een vrouw, man. Zet op je Insta-story, hè? Ja, dat is goed! Hey, fijne middag! Yeah. Jongens, we zijn ruim 3 uur bezig nu. Ik durf het nog niet te roepen, maar ik heb het idee dat het einde langzaam in zicht komt. Ja. Heb jij mijn autosleutel ingepakt? Gast, je bent voor mijn team, toch? Hoezo ben jij nou weer in het kutten? Waar liggen die? In de keukenkast. Nee. Pijn flikker. Auw. Ja. Dit is de kapper van Giel. Die gaat het nu even naar Giel sturen van... wat is dit, joh? Wat is dat nou, jongen? Toeval. Oké, laten we de Albert Heijn even pakken nog. Maar koning Giel is zo druk met het versieren van Thomas' onderkomen... dat hij geen oog heeft voor het nieuws dat hem zojuist is toegezonden. Ik ga even mest halen. Weet je, het is hartstikke leuk dat ik dit allemaal heb ingepakt. Maar er moet ergens een cadeautje liggen dat een beetje stinkt. En die jasjes van jou, Tony, zijn echt goed voor mijn stem. Dit is zo intens, goor, man. Kak! Kak aan! Fucking handen! Kijk dan. Mama. Nou... Yo, ik ga hem even verstoppen, man. Er is nog 1 locatie waar Stefan zijn boodschap over vijanden Giel en Thomas moet en zal verkondigen. Ook de schoolgaande jeugd van het plaatselijke college moet worden gewaarschuwd voor een vijand. En deze scholieren zijn zojuist bevrijd door het luiden van de bel. Jullie gaan het verspreiden. Jullie gaan het nieuws verspreiden voor mij. Ik hoef het niet zelf te doen. Via Instastory. Thomas en Giel van StukTV zijn sukkels. Een vernederende actie zoals deze blijft natuurlijk niet onopgemerkt. En het lokale dagblad is snel ter plaatse om dit moment te vereeuwigen. Zich nog steeds niet bewust van de chaos in zijn koninkrijk, is Giel nog druk bezig met het inpakken van Thomas zijn woning. Ja, het hoort er natuurlijk bij. Weet je wel? Een persoonlijke boodschap naar degene die je in de zeik neemt. Met de persoonlijke groeten. Jochem, we moeten naar huis, man. We moeten naar Uden. Kijk wat we krijgen. Thomas en Giel, sukkel, staat op de markt in Uden. Daar is hij mee aan het ronddraaien. Ja, heeft iedereen al een Insta-story gemaakt? Ja. Lekker, jongens. Dankjewel. Wat goed. Het nieuws gaat als een lopend vuurtje en verspreidt zich spoedig over onze landgrenzen richting België. Maar er staan nog wel mensen met posters. Thomas en Giel, sukkels. Hey, we hebben een beller! Ja, Giel de Winter! Hey, Giel! Jongens, kunnen we allemaal hey Giel zeggen? Hallo! Hey. Ik haat Stefan! Oh jongen, ik ga je zo hard terugpakken. Hè. Giel en Stefan, jongen, het is payback time. Wacht maar. Lekker, man! Zo, we laten hem een uurtje staan en dan is hij weer weg. Dus niet te lang. Ik ga weer naar het werk, Giel. Later, man. Je hebt gewoon kids met Instagram, met social media. Dan is het veel beter. Want dan zetten ze het gewoon zelf op internet. Helemaal top. Laten we gaan, want dit wordt wel een beetje druk nu. Uden is compleet veroverd door deze verrassingsaanval van Team Stefan.
Gelukkig kan koning Giel onderduiken in zijn tijdelijke woning in Culemborg. Maar ook hier blijft hij op zijn hoede. Nou, ik ben thuis. Dus kijken of er nog iets met mijn huis is gebeurd. Oh joh, het is gewoon... Nee, dat ben je niet. Dat ben je niet. Is het gewoon chill? Oh, het is relaxed. Nice! Wordt er nou geklopt op de deur? Zit hier iets, ouwe? Er ligt iets op de grond, man. Wat is dit? Voor Giel. Heel veel plezier met je nieuwe huisdier. Zorg goed voor hem. Dat meen je niet, hè? Oh, nee! Net wanneer koning Giel denkt dat hij veilig in zijn onderkomen kan vertoeven, wordt er een beestachtig pakketje bij hem geleverd. Hoe Giel hiermee omgaat, ziet u in een volgende aflevering. Ik ben benieuwd wat voor digitale pranks u thuis kunt bedenken. Voer uw favoriete digitale pranks af op uw vrienden en vijanden en gebruik erbij de hashtags Team Giel, Team Thomas of Team Stefan om een kamp te kiezen. De leukste prank zal ik vermelden in een toekomstig nieuwsbulletin. Hoeveel hebben we er? 50. Thomas Breakup Surf. Zo moeten we het noemen. Wat een ellende. De liefst hangt in de lucht. Zijn we er klaar voor? Yay! Je hebt helemaal geen zin in. Ik wens u een prettige en zeer smakelijke voortzetting van uw dag. Adieu.